Goedemorgen allemaal, welkom bij deze TimeWax webinar over het nieuwe planbord. Jullie kunnen het niet zien, maar ik kan zien dat jullie in grote getalen zijn opgekomen, dus dat is hartstikke leuk. Mijn naam is Jurgen Bink en samen met Marco, die naast mij zit en meeluistert, neem ik jullie vandaag mee door het nieuwe planbord. Even een korte introductie hier zometeen en dan duiken we erin. Je kunt vragen stellen, daarvoor is er een chatfunctie. En waar ik praat, zal Marco al jullie vragen bekijken en verzamelen. En zullen wij tijdens of na mijn verhaal zullen we de boel proberen te beantwoorden. Wellicht dat er vragen tussen zitten die specifiek voor jullie zijn als een bepaalde klant. Dus dan komen we daar gewoon na de sessie even op terug. Maar Marco zal zoveel mogelijk proberen te reageren. Laten we maar eens even gaan kijken. Naar het planbord. Voordat we dat gaan doen, nog even een korte, bijpraat. Hè, waar zijn wij bij TimeWax allemaal mee bezig? Wat zit er allemaal aan te komen? We zijn heel druk met het nieuwe planbord. Hè, daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten. Maar kort geleden hebben we bijvoorbeeld ook de Gantt-applicatie nieuw opgeleverd. Wij hebben kort geleden ook de weekly en de monthly snapshot e-mails opgeleverd, waarmee je allerlei informatie toegestuurd kan krijgen vanuit TimeWax over de stand van zaken van je projecten of van je afdelingen. We hebben een heleboel stappen gemaakt in de mobile app met allemaal nieuwe functionaliteiten. Rond het aanvragen van verlof vanuit de mobile app. Het kunnen indienen van onkosten vanuit de app. En daar zijn we ook nu heel druk mee bezig. En voordat we nou het planbord ook in gaan duiken, heb ik een vraag aan jullie. Wij zijn aan het nadenken van waar gaan we nou naartoe? Wat hebben we nog meer nodig? Wat verwachten onze klanten ook op de mobiele app? En daarvoor ga ik even een poll opstarten. En de vraag aan jullie is, even kijken of die start. Daar is die tevoorschijn gekomen. Willen jullie TimeWax ook kunnen gebruiken op je tablet? Wij hebben nu de mobiele app, dat is echt een telefoon-app voor mensen die even uren schrijven, planning bekijken. Hoe zitten jullie daarin? En zouden jullie TimeWax ook meer willen gebruiken op tablets? En zo ja, is dat dan op een iPad of op een Android of allebei? We zijn een beetje aan het zoeken, dus graag even jullie feedback op deze vraag. Ik zie dat er al druk geklikt wordt. Dus dat is leuk. Want vanuit TimeWax zijn we constant aan het zoeken van hoe gaan we nou die planning nog meer beschikbaar stellen? Wat zijn de kanalen voor onze gebruikers om nog meer snel de planning erbij te kunnen halen? Dus daar zijn we druk mee bezig. Ik wacht nog heel even, kijken hoe ver we komen. En zo te zien heeft iedereen bijna gereageerd. Nou, dank jullie wel. We gaan hier eens even naar kijken naar deze uitslagen. Ik laat het nog even in het midden wat de uitkomst is. Maar in ieder geval hebben wij een beetje beeld wat jullie beleving is. Goed. Nieuwe planbord. Ik had hem al opengezet. Huh? Jullie kunnen hem zelf ook al bekijken. Ik ga ervan uit dat de meesten van jullie het ook gedaan hebben. Korte introductie, wat hebben wij gedaan? Jaren geleden hebben wij ons eerste planbord live gebracht. Daar zijn jullie allemaal heel druk mee aan de slag gegaan. Heel veel feedback hebben we gekregen. We hebben al verbeteringen doorgevoerd, veranderingen. Maar de basis is nog steeds altijd goed gebleken. We hebben een bord waar we enerzijds onze resources in beeld hebben. Anderzijds hebben we onze projecten in beeld. En afhankelijk van hoe wij willen plannen, per dag, per week, per maand, kunnen we dat planbord zo instellen dat je heel snel heen en weer kan schuiven met de boekingen en met je resources. En dat je dus direct beeld hebt in de beschikbaarheid. En waarna we weer de mensen hun planning kunnen gaan bekijken of kunnen gaan tijdschrijven en alles wat er weer doorkomt. Nou, dat planbord werd wat ouder. Daar zat ook nog Flash in, oude technologie. Werkt op zich prima, alleen ja, dat was verouderd. Dus wij zijn aan de slag gegaan om een nieuw planbord te bouwen. Nou, dat mag ik wel hardop zeggen, dat heeft wel even wat tijd gekost. Dat bleek toch dat we in de loop der jaren heel veel mooie dingen hadden gebouwd. En dat was toch wel even een klus om het allemaal om te zetten. Maar
De eerste versie staat nu voor iedereen beschikbaar. Belangrijk, ik zeg het maar weer een keertje. We hebben het nu als zogenaamde planbord beta beschikbaar gesteld. Het oude planbord is gewoon nog beschikbaar. Want wij weten ook dat we nog wel wat dingetjes moeten toevoegen aan het nieuwe planbord. En pas als wij zeker weten dat alle functionaliteiten weer in zit, dat het optimaal werkt en dat ook jullie als klant het gevoel hebben van ja, wij durven dit aan. Pas dan gaan we daadwerkelijk echt veranderen. Dus voorlopig zitten we nog in een duale situatie. We hebben het planbord en het planbord beta. En wellicht dat er een moment komt zometeen dat we dat dan gaan switchen. Dan wordt het nieuwe planbord, wat nu nog planbord beta heet, wordt dus planbord. En het oude planbord, zoals wij het dan noemen, gaan we dan noemen planbord classic, maar blijft voorlopig nog beschikbaar. Heel belangrijk voor ons. Goed. Het nieuwe planbord, we hebben dus, wat we al zeiden, we hebben geprobeerd eigenlijk het goede van het oude en ook wel het feedback wat we hebben gekregen van op het oude planbord te verwerken in deze nieuwe versie. En wat ik gewoon ga doen, ik ga er gewoon doorheen praten en stap voor stap raken we alle dingen. Maar één ding is wel heel belangrijk wat ik als eerste nog wil benoemen en dat is het feit dat de boekingen niet meer op elkaar staan. We kregen in het oude planbord, als je twee boekingen had op dezelfde dag, dan kreeg je een stapeltje met boekingen. En moest je altijd, kwam er een nummertje op te staan, en moest je ook door dat stapeltje heen klikken. Nou, belangrijk is nu, en je ziet het hier al bijvoorbeeld bij mijn gebruiker, bij Jurgen Bink op 16 mei. Ik sta op twee boekingen en ik heb ze altijd allebei in beeld. Dus ik hoef niet meer heen en weer te springen. Ik heb gewoon alles in beeld. En ik kan ook direct die boekingen wijzigen die in beeld zijn. Nou, daar kom ik zo nog wel even op terug, maar ik denk dat dit een heel belangrijke, of een van de belangrijkste wijzigingen is in dit planbord. Nou, wat hebben we nou ook gedaan? Wat hadden we in het oude planbord? Je kon een bovenste bord en een onderste bord kiezen. En dan kon je eigenlijk zeggen, nou, projecten of resources. Daar hebben wij een stap in gemaakt. En wat wij nu hebben gedaan, is dat wij zogenaamde weergaves hebben benoemd. En met weergaves kun je zeggen van, met een set van criteria kan ik direct bepalen wat ik in beeld krijg. En die weergaves bepalen dan weer wat in mijn bovenste bord of in mijn onderste bord wordt getoond. Want, nog steeds, hier mijn bovenste bord en hier mijn onderste bord. Dus nog steeds aan jou de keuze om twee borden te gebruiken. Of wellicht dat je maar één bord wil. Maar als je dat dan doet, kun je daar ook meer in definiëren. Met als voordeel dat je bijvoorbeeld heel snel kunt switchen. Dat je zegt van, joh, ik heb een weergave van al mijn medewerkers van afdeling 1. Met een bepaalde competentie. En ik heb een weergave van alle helpdesk medewerkers. En als iemand naar mijn bureau komt, kan ik heel makkelijk, en die heeft een vraag over helpdesk medewerkers, kan ik heel eenvoudig via mijn keuzelijstje hier linksboven heen en weer springen tussen die verschillende weergaven. Ik zal het ook even laten zien. Ik zet nu in een weergave die heet op dit moment alle actieve resources. Dus ik heb nu gewoon al mijn medewerkers hier in beeld staan. Al mijn resources, moet ik wel goed zeggen. Maar ik kan nu heel eenvoudig naar een speciale weergave gaan, die bijvoorbeeld heet alle BMW-projecten. En met een druk op de knop zie ik nu, dus in mijn voorbeeld, alle projecten van de klant BMW. En als ik weer op het keuzelijstje klik, kan ik zo weer terug naar mijn lijst met resources. Het mooie is ook dat je nu zo die lijstjes zelf, die weergave zelf kunt definiëren en ook beschikbaar kunt stellen aan je collega's. Zodat je ook kunt sturen welke weergaves voor iedereen te gebruiken zijn. Als je dat mag, dat is belangrijk, dan kun je ook dus nieuwe weergaves aanmaken. En ik ga nu bijvoorbeeld resources op een afdeling. Wil ik kunnen zien direct. Dus ik maak een nieuwe weergave aan door op toevoegen te klikken. Ik vertel hoe de weergave heet. Ik heb hier de keus om te zeggen, is het voor resources of voor projecten? Ik kan daar een sortering in definiëren. En heel belangrijk is dat ik hier een hele set aan selectiecriteria heb. Dus bijvoorbeeld wil ik alleen maar mijn actieve resources zien. Nou, dat lijkt wel handig. Dus ik voeg hier een regel toe dat ze actief moeten zijn. Een volgende optie, in dit voorbeeld, dat ik dus een bepaalde afdeling wil zien. Ik zeg is gelijk aan. En ik kies voor, nou, laten we zeggen, alle externe in mijn omgeving.
En als ik nu op weergave toevoegen klik, dan zien we nu hier in één keer dat er maar twee resources overblijven. En ik heb hier nu in mijn keuzelijstje een nieuwe weergave. Het leuke is nu ook dat wij, in tegenstelling tot het oude planbord, ook twee verschillende sets van resources in beeld kunnen halen. Het oude planbord, als je voor resources koos en je had twee borden aanstaan, dan zag je in allebei dezelfde lijst. Nu kan ik hier twee verschillende lijsten met resources tonen. Hierbovenin heb ik alleen maar de externe staan, in mijn voorbeeld. En hier onderin heb ik dus alle resources. Dus op deze manier kunnen we weergaves gaan bepalen. En spelen en snel heen en weer springen. Dat is een belangrijke nieuwe functionaliteit die we hebben toegevoegd. Nu we het toch over die weergave hebben, spring ik heel even hier rechts naar deze drie streepjes. Klein nutteloos feitje, maar ik vond het wel lachen. Dit heet een hamburgermenu. Wist ik ook niet, heb ik kort geleden geleerd. Een hamburgermenu. En als je daarop klikt, ik doe het even het onderste bord, dan zien we daar gewoon een aantal acties die we ook kennen uit het oude planbord. Ik kan het bord verbergen. Ik kan switchen naar de lijstweergave. Daar kom ik nog wel even op. Ik kan de borden naast elkaar zetten. De zogenaamde kioskmode zit er nog steeds in. Hè? Dat je dus gewoon het planbord kunt starten. En dat hij automatisch vernieuwt. Hè? Voor die mensen die de planning aan de muur hebben hangen. Aan de monitor. Hè? Dat iedereen gewoon de actuele planning constant in beeld krijgt. We kunnen nog steeds de boekingen importeren. Zoals ook in het oude planbord. En ook de boekingen exporteren. Maar even voor de beeldvorming. Als ik bord verbergen uitzet. Dan hebben we weer gewoon één planbord in beeld. Is leuker als we wat meer mensen zien. Dus ik kies weer even voor al mijn actieve resources. En hier hebben ze weer in beeld. Belangrijke functionaliteit. We hebben nog steeds bovenin de keuze. Dat we van dagdetails via weekdetails naar maandweergave kunnen gaan. Dat zit er nog steeds in. Maar wat mij betreft wel een erg aardige nieuwe functionaliteit. Is het kunnen inzoomen. Wat kunnen we nu? En ik spring even naar een vierweekse weergave. Ik heb een wat langere periode. Ik kan niet alles lezen op mijn boekingen. Maar we kunnen tegenwoordig gaan inzoomen. En dus ook weer uitzoomen. En als ik daarop klik, dan zie je dat we in de tijd steeds meer details gaan zien. En nu ik dit gedaan heb, kan ik ook heel eenvoudig met een scrollbalkje gewoon door de tijd scrollen. Dus hiermee kan je enerzijds zeggen van ik wil op zich een selectie hebben van een langere periode. Maar met inzoomen kan ik wel weer meer details zien. Waarom is dat nou ook zo handig? Springen we even meteen door rechts naar beneden. Als ik nu op instellingen klik, dan zie je dat wij veel meer nog kunnen gaan bepalen wat we allemaal getoond krijgen. Een van de wijzigingen die we hebben doorgevoerd is dat we veel meer labeltjes kunnen gaan tonen. Maar het probleem is, hoe meer informatie wij willen tonen, hoe meer ruimte dat inneemt. Nou, en daarmee kunnen we dus inzoomen. Dan kun je meer tonen. En ook een belangrijke wijziging is dat je de rijhoogte nu kunt gaan bepalen. Je zult zien als ik mijn muis loslaat op de achtergrond, hier bijvoorbeeld bij mezelf, dat dat veel hoger wordt. Dus je kunt nu gewoon sturen hoe hoog dat wordt. En als je dan veel informatie toont, dan kunnen we dat ook daadwerkelijk leesbaar maken. En via dit keuzelijstje kan ik het allemaal instellen. En als ik op opslaan klik, dan toont hij op veel meer informatie. Of zeg je juist van nee, ik wil gewoon veel meer een soort van totaalbeeld hebben. Nou ja, prima. Dan gooi je even wat extra velden weg. We trekken de rijhoogte helemaal terug. En nu heb ik een veel plattere weergave. Alles in beeld. Veel meer dus afhankelijk van hoe jij naar je planning kijkt. Hoeveel details willen we zien? Kijken wij puur naar kleurtjes of is het heel belangrijk om alle details te zien? Nog even een aantal andere zaken die ik wil laten zien in instellingen. We hebben nog steeds de voettekst waar je je voortgangspercentage kan tonen. Of dat er e-mailtjes zijn verstuurd. Tijdsectie zit er nog steeds waarin we laten zien hoeveel beschikbare tijd er nog is voor een dag op een resource. Deze is nieuw. Zet ik even aan, de werkbare uren. Kom ik zo nog even op terug. Ook nog weer spelend met de beschikbare ruimte en informatie. Kun je ook ingeven wat de werktijden zijn. En daarmee worden de kolommen zo breed als dat je de dag is bij jullie. Dat is ook weer handig.
En deze kan je nog gaan instellen. Daar heeft iemand vergeten de vertaling erin te zetten. Dat is, sorry daarvoor. Maar deze optie geeft aan hoeveel rijen je in één keer in beeld kan krijgen. En daarmee kun je weer beter sturen de performance en de leesbaarheid van de pagina. En als dan, dus als je meer regels hebt dan het aantal wat hier staat, dan krijg je meerdere pagina's en kun je bladeren door de diverse pagina's. De meldingen, zoals we ook in het oude planbord hebben, zitten er nog steeds. En ook de optie of je wel of niet het weekend wil zien, is nog steeds aanwezig. Maar belangrijk eventjes, ik heb dus nog even de optie werkbare uren aangezet. Ik klik nu op opslaan. En wat er nu gebeurt, ik moet even over nadenken. En ik hoop dat jullie het goed kunnen zien altijd. Hier zie je nu gearceerde blokjes staan. En wat doen we nu? Wij kijken nu naar de werktijden van de medewerker, van de resources. En tonen nu ook de beschikbaarheid. Dus stel dat iemand nou part-time werkt. Dan zullen we ook die tijd als een gearcheerd blokje zien. Eigenlijk net zoals je hier in het weekend ziet. In het oude planbord was het gelijk, als iemand helemaal niet werkte op een dag, dan was het grijs. Dus dan zag je van, hé, dat werkt niet. Maar als iemand maar deels werkte, zag je dat niet, totdat je iets ging boeken. Nou, en nu tonen we meteen de werkbare uren van de medewerker. Ik maak nog heel even een rondje af van de algemene knopjes. De undo, linksonder, zit er nog steeds. Stapje terug. En tenslotte dit plusje hier onderin. Als je dat mag vanuit jouw gebruikersprofiel. Het kunnen toevoegen van nieuwe projecten, nieuwe resources toevoegen of het importeren van boekingen. Dat eventjes nu van waar kijken we nou eigenlijk naar? Nog steeds gewoon het planbord zoals het was. Alleen geprobeerd het nog meer aanpasbaar te maken aan al onze verschillende klanten. Hoe ze willen werken en hoe ze willen kijken naar de planning. Goed, hoe kun je nou plannen? Nou, het leuke is nu, we hebben nog steeds het slepen, dat kom ik zo op. Maar omdat we nu ook echt, jij zou kunnen zeggen, een dagverdeling hebben, kan ik letterlijk ook, en ik ga het nu laten zien, door te slepen van rechts naar links, direct een tijdsblok reserveren. En als ik mijn muis loslaat, dan krijg ik dus het boekingsscherm. Het oude planbord krijgen we een pop-up met alle tapjes en alle velden. De mensen die de agenda ook wel eens gebruiken, herkennen dit scherm al. Maar dit is het nieuws of het scherm om alle details vast te leggen. In de basis is dat niet heel erg veranderd. Wat komen we tegen? Nog steeds het project. Wel belangrijk dat hier nu het zoeken, voor de mensen die er wel eens last van hebben gehad in het oude planbord, het zoeken volledig werkt zoals je verwacht, zoals Google het ook doet. En zoals het overal in Timex ook gewoon werkt. Je gaat gewoon tikken en we krijgen gewoon keurig het lijstje met projecten te zien. Dus ik selecteer gewoon een project. We krijgen de activiteiten, zoals we ze kennen, zijn er nog steeds. Een nieuw veld hier beschikbaar, dat zijn de types. Voor de mensen die op de Plus-editie van Timex zitten en ook tijdschrijven, daar zit dit veld al. En dit is een veld dat we nog kunnen gebruiken om additionele informatie toe te voegen. Bijvoorbeeld, je kan hier een typering overwerk inzetten, of meer werk, of werk op locatie. Gewoon een veld om je boeking nog specifieker te maken. De locatie wordt overgenomen van de klant, zoals we kennen. We hebben het tijdgedeelte, zoals die altijd al was, waar we de datum kunnen wijzigen, de tijd van, de tijd tot, eventuele pauzetijden kunnen worden meegegeven. Hier zit de harde boeking nu tevoorschijn. De boekingskleur zit er uiteraard nog in. We kennen nog steeds de herhalende boekingen, maar daar zit in twee nieuwe opties, althans voor het planbord, de zogenaamde uitvulfuncties. En hiermee kunnen we uitvullen. En dat betekent eigenlijk dat Timex, als je de optie kiest, bijvoorbeeld uitvullen tot en met einddatum, dan zeg ik gewoon tegen Timex, joh, ga deze maar boeking maken voor deze resource tot en met een bepaalde datum. En probeer me alle vrije gaatjes die er zijn in te vullen met deze planning. En daarmee kun je bijvoorbeeld zo snel mogelijk iemand helemaal vol plannen of het werk zo snel mogelijk ingepland krijgen, zonder dat je zelf allemaal moet gaan zoeken waar nog vrije ruimte is. En een variant op deze is het uitvullen aantal uur. En die gebruik je dan om te zeggen, joh, ik moet 40 uur of 20 uur zo snel mogelijk wegplannen. Nou, dan kies je voor deze optie.
Je vult het aantal uur en dat wordt dan weggepland. Mocht je een activiteit hebben gekozen waar nog gebudgeteerde uren op staan en nog niet op gepland of niet alles op gepland, dan zal Timex default dat saldo hier invullen. Dus die. Nou, we kunnen nog steeds omschrijving en de opmerking toevoegen. Dat is niet veranderd. De resource zit er nog steeds in. En hier dan de mogelijkheid om nog resources toe te voegen. De aanvraagvelden zitten er gewoon één op één weer in. En een klein dingetje wat wellicht het leven toch een beetje makkelijker maakt. Je kunt nu direct bijlagen toevoegen. In het oude planbord moest je altijd eerst opslaan, dan openen en dan een bijlage toevoegen. En onze technische helden hebben het nu zo gemaakt dat je direct kan toevoegen. Scheelt toch weer een klik. En als ik nu op opslaan klik, dan wordt de boeking gemaakt. Hier staat hij, project 6. En ook nu weer kan ik, omdat we nu kunnen slepen, met mijn muis die boeking ook aanpassen in de tijd. Of uiteraard kan ik hem gewoon oppakken en verplaatsen. Nou, dan ga ik nog eventjes weer een bord aanzetten. En als je denkt van, hoe doe ik dat nou, een bord? We gaan weer even naar het hamburgermenu, niet vergeten. En ik zet nu weer bord toevoegen en we hebben weer een tweede bord in beeld. Kies eventjes wat ik wil zien. Nou, ik ga voor mijn BMW projecten. Die selectie had ik al gemaakt. En ik kan nu weer gaan plannen door te slepen. Dus wat ik nu doe, wie zal ik eens plannen? Nou, laten we deze meneer eens even oppakken. En ik kan hem uiteraard nog steeds, zoals altijd, gewoon slepen. En ik laat hem los. Achter het juiste project en activiteit. En we krijgen weer het boekingsscherm zoals we het net ook gezien hebben. Precies zoals we altijd hadden. Slepen, loslaten, details invullen. Klaar. Voor de mensen die het gebruiken. Open aanvragen zijn nog steeds mogelijk. Ook nu weer. Maak een boeking in je projectenbord. Door te slepen of te dubbelklikken. Vul de informatie of klik meteen op opslaan. En een open aanvraag is tegenwoordig te herkennen aan het rode kader. Oude planbord was een rood gekleurde boeking, dus nooit de projectkleur zichtbaar. Nu in het planbord zie je altijd al de projectkleur met een rood kader. En daarmee zie je dat het een open aanvraag is. Nou, dit is behoorlijk wat we hebben gebouwd. Oh ja, ik moet even vertellen. Wij krijgen steeds meer vragen dat mensen hier aan de linkerkant allerlei informatie willen zien. Dus wat hebben wij nu gebouwd? Je kunt nu op de header van je kolommen klikken. Sorteren, uiteraard. Maar daar zie je dus ook alle kolommen die er zijn. Die kun je aan- en uitzetten. Nou, hier staat nu een eerste start. Maar belangrijk is om te weten ook dat we hier nog meer kolommen gaan toevoegen. Bijvoorbeeld werkelijke uren. Goedgekeurde werkelijke uren. Of misschien zelfs wel een berekening. Hè? Geplande uren, minus... Oftewel, veel meer informatie nog. Alles wat relevant kan zijn voor jou om je planning te kunnen maken. Dus dat gaan we hier dan bijzetten. Wat belangrijk om te realiseren. Dit is nu ons startpunt. Voor ons is het ook echt weer een stukje techniek wat wij kunnen gaan gebruiken om te groeien. Dus er zal de komende tijd, komt hier nog meer functionaliteit bij. Denk aan match resources, komt er nog bij. Er komt nog meer integratie met de resource aanvraagfunctie. Die hebben we al, maar we gaan bijvoorbeeld al die aanvragen hier inzichtelijk maken. En we gaan wachten waar jullie mee komen. Dat is ook heel belangrijk. Dus in die zin is dit voor ons echt weer een startpunt om weer heel veel leuke stappen te kunnen maken met planning in Timex. Tot zover. Ik zit even te kijken in mijn lijstje of ik alles heb laten zien. En dat heb ik. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of er vragen zijn binnengekomen die ik nog kan beantwoorden. Ik zit heel even te kijken. Ogenblik. Ik zie hier een vraag. Wat is het maximaal aantal boekingen wat je onder elkaar kan weergeven op één dag?
Dat weet ik niet. Ik heb het nog niet geprobeerd. We zijn met 10, 12 boekingen aan het testen geweest. Dus ik durf te denken dat het onbeperkt is. Dus ik zou bijna willen zeggen van probeer het een keer. En dan zien we wat er gebeurt. Volgende vraag die binnenkomt is een heel bekende vraag. En de vraag is dat bij het aanmaken van de weergave zijn het dan en criteria of zijn het of criteria? Nou, dat is een hele goede vraag. Op dit moment is het of. Dus het is nu nog niet mogelijk om bijvoorbeeld één weergave te maken die zegt geef mij alle junior en senior consultants. Of geef mij mensen van afdeling 1 en van afdeling 5. Dat is de feedback dat we al heel veel hebben gehad. En dat is functionaliteit die we wel op korte termijn wel beschikbaar gaan stellen. Dat zal echt binnen enkele maanden komt dat er wel. Dat je ook in die, dat je ja, meer kan combineren nog in je weergaves. Even kijken, een derde vraag die ik hier binnen zie komen. Is het mogelijk om meerdere boekingen te bewerken? Ja, we hebben op dit moment weer de lijstweergave erin gezet. Ik zal hem even laten zien, dat had ik nog niet gedaan. Klik even op het hamburgermenu in de rechterkant. Kies voor toon lijstweergave. En daar krijgen we de boekingen. Op dit moment hebben we het al wel gemaakt dat je wel de boekingen vanuit de lijstgave individueel kunt wijzigen. Dat kon niet in de oude versie. De zogenaamde multi-select en multiple edit komt nog. Dus die zit nog in de pijplijn. Een vraag die doorkomt. Werkt herhalende boekingen nog altijd hetzelfde? Jawel hoor. Nog altijd als wij boekingen maken, dan krijgen we de standaard herhaalfuncties zitten er nog steeds in, zoals we die kennen vanuit vanuit het oude planbord. Vraag 5. Is er ook een exporteerfunctie naar PDF? Nee, die is er niet meer. Dat hadden we in het oude planbord wel. Op dit moment hebben we alleen de Excel-export, omdat wij zagen dat de PDF-export zeer weinig werd gebruikt. En ook omdat het vaak vanuit Excel tegenwoordig ook heel makkelijk is om naar PDF te printen. Als dit blijft spelen, is dit feedback wat we wel graag horen. En dan zullen we even kijken. Maar nogmaals, op dit moment hebben we daarvoor gekozen om dat alleen via Excel te laten lopen. De volgende vraag die ik binnenkomt. Even kijken. Ik zie dat het binnen een project mogelijk is om deze op chronologische volgorde neer te zetten. Is dit ook mogelijk bij zichtbaarheid van alle projecten? Even te zoeken wat de exacte vraag is, want sortering gaat. Ik zal eventjes mijn bord verbergen. Gaat, is de default sortering is te bepalen in je weergave. En als er meerdere pagina's zijn, ik zal het even laten zien. En we gaan even de sortering hier, die is op naam. Dan loopt dat gewoon door. Dus de sortering gaat gewoon constant door. En als je dat gaat aanpassen, dan zal hij dat ook weer in zijn pagina's. Als er meerdere pagina's zijn, zal hij dat ook weer aanpassen. Nou, volgende vraag is ook leuk inderdaad die binnenkomt. Worden boekingen naast elkaar in de tijd ook naast elkaar weergegeven of onder elkaar? Die komen inderdaad naast elkaar. Ik zal het ook even laten zien. Ik heb hier twee boekingen. Maar op het moment dat ik deze nu zou aanpassen, door hem korter te maken, en dan staan ze nog steeds. En als ik deze ook wat korter maak, dan zien we dat ze netjes achter elkaar worden getoond. Dus we zetten ze alleen onder elkaar als het ook daadwerkelijk nodig is. Kijken of er nog meer vragen binnenkomen. Ik zit even Marco aan te kijken die heel snel aan het klikken is in de lijst met vragen. En sowieso zullen wij, als er nog verder nog vragen ontstaan, zijn die niet behandeld zijn, ook even daarop terugkomen naar de sessie. Oh, er komt een vraag binnen over de synchronisatie met Outlook. Worden bijlagen in de boeking ook meegenomen in de synchronisatie met Outlook?
Nee, dat heeft op zich, dat staat een beetje los van dit planbord, technisch gesproken. Dat zit er nog niet in. Voor zover ik dat nu ook even op mijn netvlies heb, is dat ook technisch nog wel lastig om dat te synchroniseren. We kunnen heel even kijken. Ik ken de vraag wel, maar ik denk dat we er even op terug moeten komen om te zien wat daar precies, hoe dat de status daarvan is. Ik wacht nog heel even op. Kijken of er meer vragen binnenkomen. Oké, ik ga nog even de vraag hoe het planbord wel te exporteren is. Nou, ik zal het nog even laten zien. Ik ga eventjes naar mijn resources lijstje. En als ik hier aan de rechterkant op het hamburgermenu klik, zit daar exporteren. En als ik daarop klik, dan zien we dat Excel wordt geopend. Ik moet er even over nadenken. Hij is te weinig. Komt u maar, Excel. Ja, daar is hij al. En dan krijgen we gewoon de export naar Excel. Eigenlijk gedrag gelijk zoals we in het oude planbord hadden. He, dat we alleen maar de kolommen die ook in het planbord in beeld zijn, halen we ook mee. En de informatie die is gekozen in de weergave van je boekingen wordt ook geëxporteerd. De export. Kijken of er nog meer vragen binnenkomen op dit moment. Ik zie Marco voorzichtig nee schudden. Dan gaan we deze sessie afsluiten. Nogmaals, ga ermee aan de slag. Je kunt het gewoon in combinatie met je oude planbord gebruiken. Dus boekingen die je hier maakt, komen gewoon in je oude planbord tevoorschijn in de agenda. Dat maakt allemaal niks uit. Dus je kan prima een keertje gewoon ermee aan de slag gaan. Het is niet, want dat betreft geen weggegooide tijd. En dan ja, kom bij ons. Support@timex.com. Stuur het daar allemaal naartoe. Je feedback, je ervaringen, je meningen. We staan er echt voor open. Dus laat ons alsjeblieft weten. En nou ja, wij gaan heel hard door met allerlei nog meer nieuwe dingen erbij. En ja, één vraag komt er nog binnen. Goeie vraag. Iemand ziet er veelbelovend uit, krijg ik terug. Dat vind ik altijd leuk te horen, want we hebben ons best gedaan. Zijn er goede redenen om een nieuwe beta-planbord nog niet te gebruiken? Nee. De belangrijkste reden misschien, die klanten die Match Resources gebruiken, dus die open aanvragen zetten in het planbord en dan dus de resources erbij willen zoeken. Ja, dat zit er nog niet in. Dus dat zou mijn reden zijn. Voor de rest kan ik het niet bedenken. Nee. En ik merk ook aan mezelf, ik ben nu een paar maanden verder natuurlijk en het is best ook weer even wennen. We hebben jarenlang met het oude planbord gewerkt. Maar als ik nu weer terug naar het oude planbord, dan ben ik alweer aan het zoeken. Dus het is altijd eventjes. Maar ik denk zeker dat we een hele grote stap hebben gemaakt en heel erg future-proof zijn weer. Ik ga jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie tijd. Leuk dat jullie allemaal met grote aantallen zijn gekomen. En we wachten op de feedback en we spreken elkaar vast binnenkort weer. En namens Marco ook nogmaals hartstikke bedankt.